beetje wennen aan het idee dat ze opname konden maken en gaan maken met Sterren op het Doek. Ja, dit is voor mij. Ik heb een uitnodiging gehad. Oh, je hebt een uitnodiging voor? Vorig jaar zijn ze geweest, de redactie is gekomen. Ja. En ik ben door de balletage heen. En dat wil zeggen? Dat ik, als het goed is, dit jaar, misschien volgend jaar, bij de selectie zit van 24 schilders die een BNR mogen schilderen. Ergens in Nederland. Maar als ik hier zo rondkijk, zie ik niet heel veel portretten. Klopt. Maar er staat er een paar, ik heb er een paar verkocht, hier elders. Maar dat maakt niet veel uit, want ik teken van alles. Het is altijd een uitdaging. Dus ik hoef niet veel portretten, ik ben niet echt een portretschilder. Maar daarom zeg ik niet van, ik ben landschapsschilder of ik ben stadsschilder of ik ben wat voor schilder dan ook, stillevens. Dat doe ik allemaal wel. Maar niet specifiek portret. Maar dat hoef ik niet. Het gaat om de techniek. En daar gaat het om, met tekenen en schilderen. En heb je dan een bepaalde techniek waarin je vindt dat je daar zelf wel redelijk handig in bent? Nee, ik ben breed. Heel breed. En dat wil ik zo blijven. Ik ben zelfs nog breder dat ik surrealisme ga schilderen. En dat betekent letterlijk dat ik mijn operatie in het UMC ga vertalen. Van de toenmalige, toen ik daar lag, heb ik een hoop schetsen gemaakt. En die gaat nu, die was ik kwijt, een stapeltje. En ik heb ze teruggevonden en die ga ik verder uitwerken. Dus dat zijn eigenlijk dingen die ik heb meegemaakt tijdens mijn operatie en daarvoor en daarna. Ja, ja, die zitten als een werkingsproces nog steeds. Ja, maar die zit als het ware tussen je oren en dat moet nu op doek komen. Ja, dus dat is niet van een plaatje afschilderen of van een foto. Dat is echt zoals ik het heb beleefd. Dus een beetje een droom. Maar is het dan zo dat je een tijdje een voorkeur hebt om dan een tijdje portretten te schilderen en dan een keertje te tekenen en dan weer iets anders te doen en nu dat surrealisme? Ja. Dat zijn zo periodes waarin de ene het voorkeur heeft boven het andere. Ja, klopt. Dat is als ik een paard heb geschilderd, wil ik jaren niet meer een paard schilderen, maar dan ga ik een vogeltje. En hebben we er nog wel twee tegelijk ook? Sorry? Ik zeg, dan heb je er nog wel twee tegelijk ook. Ja, spannend. Ja. Want dat schilderij met die twee paarden, hoe lang ben je daarmee bezig? Die rimpjes was een hele uitdaging om te schilderen. Al met al schat ik in 40, 50 uur. Ja, ja. En dan ben ik nog niet klaar. Wat ontbreekt er dan nog? Een leuke vraag van je. Wat ontbreekt er nou nog? Ja? Dat is echt de onderkant, de snuit hier ook. Dit moet allemaal nog in kleur worden gezet. De manen, ik ga er een beetje blauw in aangeven. Het oor wil ik goed aangeven dat daar zo is gericht, dat oor, dat hij naar achteren toe, dus het geeft hem schaduw aan en met kleur. Ja, ja. Maar het is een uitdaging, al die rimpjes en dingetjes te tekenen, dus het is ook een kunst van het weglaten. Wat is het te werk om een boek te maken? Ja, echt waar? De foto's, de tekst, fouten eruit halen, ik zou zeggen eens en nooit meer. Maar het is een mooi exemplaar geworden. Maar waarom wil je een boek uitgeven? 40 jaar tekenen en schilderen. Oh, zo lang doe je? Ja, met de atelier en mensen vragen heel veel. Jos, wat doe je voor schilderwerk? En dan is het niks makkelijker dan een boek te pakken en te laten zien van wat je doet, in plaats van een schilderij te pakken die je dan op dat moment niet bij je hebt. We hadden het net over schilderen. Ja. Maar dat is niet het enige. Nee. Tekenen. Ik heb meer tijd vanwege mijn pensioen en ik zit nu weer helemaal in het brons. En dat wil zeggen dat ik wasproducten en beeldjes maak. En die laat ik bij een brons gieten. Laat ik die verbrond in brons gieten. Dit zijn inderdaad de voorbeelden ervan. Die ik hier heb. Dus een boerenzwaluw. Dit is een wandloopstertje. En dat betekent letterlijk dat ze dan bijvoorbeeld tegen de muur aanloopt. En krijgt dan een draadje in de handen. En dat gaat naar de muur toe. En wat zijn dan je ambities? Zoveel mogelijk maken, omdat ik nu de tijd ervoor heb. Dus heel veel uren zit ik 's morgens vroeg, als ik niet kan slapen, want als je wat ouder wordt, dan moet je wat vaker uit. Ja, ja. Dus wat gebeurt er dan? En dan is het een uur of 5 of 6 en dan kom ik niet meer in slaap. En dan stap ik in mijn onderbroek hier naartoe en dan ga ik lekker zitten met was. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar het kan ook verder zijn. Ja, ja. Op dat moment kijk ik gewoon van, waar heb ik zin in? Is dat een paard of een andere schilderij waar ik nog mee bezig ben? En dat pak ik dan en dan ga ik daarmee verder. Dus dat zijn twee
ochtenden die ik bezig ben om dat te doen. En dan ga ik lekker eten en dan kleed ik mij gaan. Dan begint de dag. Eigenlijk opnieuw. Met andere dingen? Met andere dingen. Koffie drinken met mijn vrouw en gewoon gezellig dingen, andere dingen doen, boodschappen doen. En vrijdagsmiddags dan stap ik in de auto met mijn schilderspullen. En dan ga ik al zo'n 35 jaar naar de Brink toe. En hebben we ons eigen schildersgroepje. En dan gaan we gewoon vrolijk daar koffie drinken, kletsen en schilderen. Dit is geschilderd op het strand in Katwijk. En dan gaan we met de schildersgroep van de vrijdagschilders gaan we dus... elk jaar een midweek schilderen. Nou hadden we het net, toen de camera nog niet draaide, het even over de wisselbokaal. Dat is het kunstwerk wat nu in Hoevelaken staat. Ja, dat is een sokkel. Ik hoorde daar toch wel een soort van ambitie van, daar zou ik ook wel eens op willen staan. Ik doe mee. Ik dien het ontwerp in. Oké. Okay. En dat gaat gebeuren. Ja. Ik heb gezien dat dat vorig jaar ergens in augustus kon. Ja. En die mogelijkheid is er voor kunstmakers in Nijkerk om iets in te dienen. En daar ga ik dit jaar iets van laten zien. Maar dat is niet iets wat hier al ligt? Nee. Maar je weet al wel wat? Ik heb hem in mijn hoofd. Hij is klaar, maar niet zichtbaar hier nu. Oké. Okay. Oftewel, het is een verrassing. Ja, dat trommelaar, maar... dan zie ik toch jouw eigen gezicht erin. Is dat niet dat je zegt buitengewoon ijdel? Nou nee, dat noemen we daar ook Jos de Trommelaar. Oh. Maar Rembrandt zou trots op me zijn. Nou, deze staat in het blad van vroeger. Wie is dit? Moet niet gekker worden. Prachtig.